Goedenavond, lieve mensen. Welkom bij deze Horeca voor Thuis weer voor de video nummer 3. Ik heb jullie beloofd om jullie mee te nemen in de wereld van wijn. Ik zal ook elke keer zo vaak mogelijk een wijn ter behandeling nemen. Vandaag is het Thijsthee. Prachtige combinatie van granaatappel en framboos uit 2019. Mooi jaar. Nee, geitje. Dit drink ik 's ochtends. Daar is hij, de wijn. Ik heb besloten om deze week een wijn uit de supermarkt te behandelen. De Jumbo vond ik deze. Ik ben altijd van mening dat je beter naar een wijnkoperij van een slijterij kan gaan dan naar de supermarkt. Puur omdat de supermarkt eigenlijk wijnen inkoopt die groot in aantal zijn. Dus van grote corporaties. Dat kan ook niet anders, omdat ze ook veel moeten verkopen. Dan zit je al met aantallen die je moet hebben en mensen die dat kunnen leveren. Dat zijn veelal niet de kleine familiebedrijven, maar dus de grote corporaties. Bij grote corporaties handelen ze meer uit winstoogmerk. Kan je ze ook niet schuldig nemen. Daarvoor zijn het ook grote corporaties. Ik ben ook van mening dat je meer plezier en passie proeft als je een wijn van een kleine wijnboer hebt. Want het is en blijft een boer. Dat is hard werken voor relatief weinig inkomsten. Er zijn wijnhuizen die al zo lang bezig zijn die anders doen vermoeden uiteraard. Maar je bent en blijft een boer die iets moois maakt. Nou ben ik even van het idee afgestapt en ben ik dus de supermarkt binnengewandeld. Ik heb ook gewoon wijn thuis liggen voor bij de borrel. Ik trek niet elke dag een Châteauneuf of Barolo open. Ik moet ook gewoon een wijn hebben die je rustig door kan drinken. Een soort huiswijn. En daar switch ik nogal eens in. Gisteren was die ene supermarkt eigenlijk de enige die nog open was. Ik kwam net uit mijn werk. Ik ben snel naar binnen gerend. Zag ik twee in de aanbieding staan, heb ik meegenomen. Ik denk, nou, je kunt het al proberen. Ik zag Chenin Blanc, hou ik van. Ik zag Nero d'Avola. Hou ik ook van. Dus dat was schot in de roos. De Chenin Blanc heb ik nog niet geproefd. Daar heb ik iets minder hoge verwachtingen van. Bij deze zag ik wel Appassimento staan. En Appassimento is een methode die mij wel aanstaat. Je kan ook een boel mee verhullen eigenlijk. Maar het leidt vaak wel tot wijnen die mooi en hoog op smaak zijn. Waar ik van hou. En een goed voorbeeld van de Appassimento methode is de Ripasso, of de Amarone. En het is al echt heel oud, de methode. Het stamt uit de Romeinse tijd, dus het is niet net om de hoek komen zijn. Het is eigenlijk een methode waarbij ze druiven drogen. Ze laten het eerst zo lang mogelijk hangen. Ze plukken het zo laat mogelijk. Dat zorgt ervoor dat er meer suikers in de druif zitten. Dat doen ze bij een lagere vochtigheid. Leggen ze de druiven op een soort matten op zolders, zo kan je het beste zien, boven de wijnkelders. Met heel veel luiken, en die luiken die zetten ze open als dus de luchtvochtigheid laag is, zodat die door de wind die druiven drogen. En dat doen ze met succes. Door het indrogen krijg je natuurlijk een hogere concentratie in de smaak, in het sap. Daarna wordt gepest en gaat het de fermentatieproces in. En uiteindelijk gaat het meestal nog zo'n jaar, anderhalf jaar op houten vaten. En dan krijg je nog een flesrijping. Wat er iets meer toe doet bij een Amarone en Ripasso dan bij deze wijn. Desalniettemin, ik heb hem al geproefd. Hij is al half leeg. Ik had gisteren ook zin in een glas. Of twee of drie. En hij beviel me eigenlijk wel. Dus ik kan hem van harte aanbevelen. Hij is volgens mij normaal 5,99. Dus ja, kan je niet echt een buil aanvallen. En volgens mij zijn we nu 2 voor 10. Zonder verder reclame nog te maken voor de supermarkt. Maar ook daar kom je wel eens iets tegen wat je blij verrast. Dus, wederom, proost op het horeca weekend. Ja. Houd lekker voor bij de borrel. Simpel, verwacht niet te veel, maar... Uitstekend, hè?